dat ze zeiden, mijn andere cliënten doen het allemaal niet. Wanneer zijn jullie het? Heb ik aan, dus ja. Weet ik, ja. Yes? Ja, deur open. Deur open. Ik moet checken, hè. Check. Ik vind het prima, hoor. Zo? Ja. Als je hem zou zien aan de deur stukken, dacht ik dat hij inderdaad... Ja, oh ja. Ja. Dat die niet zou stoppen, wist ik al. Nee, dat staat blijkbaar niet. Ja. En hij twijfelde achter me. Ik denk, dan laat ik hem iets opkomen. En toen dacht hij, ja, ik ga toch wel stoppen. Als je echt het gevoel hebt van, oh, ik weet niet of die stop hier heeft, ik hoor wel gewoon lekker gaan. Laten we gaan. Maar ik zeg al, dat is zelfs met een voorrangsvoertuig, heb je al zoiets van. Ja. Laten we gaan. Ja. Waar komen je naar aanrijden, kost je meer tijd. Nou ja, en je bent onderweg naar iemand toe, ja. En je komt niet aan. Nee. En het enige wat je dan doet is, je trapt hard op je rem, je laat een paar GVD's in de vrachtwagen en je gaat gewoon weer verder. Ja, dat gaan we door. Op naar het volgende probleem. De toeval wil dat we nog een persoon tegenkomen. Doe je niet eventjes? Ik heb het idee, maar ik heb er geen stand van dat we een bus moeten zitten. Valt op. Ik kan het eigenlijk geheim wel. Ja, dat is je aardig, maar. Dat is het toch niet? Ja, dat is toch niet meer. Nee. Maar, oké. Okay. Niet vergeten. Yes. Dat was een heel lucratief stopkantje. Smallica, ja, ja. Dat is goed smallica. Maar er staan ook bushaltes. We hebben bij mij ook vaak gehad met zo'n huisje, met zo'n dakje wat veel te ver doorloopt. Dus dat is ook zaken waar je nog in de gaten moet houden. Ja, zeker. Dus van, wat staat daar aan de narigheid? We hebben nog een bushalte in Nijmegen, die komen we even de komende keer naar weer. Mm-hmm. Er staan lantaarnpalen op een tactische plaats. Die blijft staan. Maar dat komen we. Yes? Ja. Je kijkt er nu ook heel anders naar. Ja. Ja. Toen ik deed altijd examen, zoals dat was, ik moest het examen strekken af. Ik moest er helemaal achterdoor zo. Ja, achteraf. Ja. Dus jouw examen ook strekt gewoon naar Breijs gewoon, hè? Maar dat kan wel, hè? Gewoon hier toch? Ja, ja. Dus inderdaad, komt daar. Hoe laat ben ik zelf? Heb ik dit zo? Geen flauw, nee. Snel. Ik heb de voorgestreken of niet? Hè? Kom maar, sukkel. Je moet daar niet over. CZ, hè, staat erop. Ja. CZ regelt het. En de andere regels of zo daar. Ja. Je moet een strikje hebben, wat ik denk. Ja, gezellig strikketiel. Nou, dat is zeer afhankelijk. Ja, ik heb ze zo gedaan met het. Die kant was leeg. Ja, en die kant is leeg. Blijf leeg. Ja. Nou, zo'n stukje af. Hè.
op vrij terrein. Zelfs op het woord. Zelfs ja. Allemaal te stomen als een idioot. Ja, eerst mochten ze de andere afdak erover, lag niet meer. Nee. Ik snap het, want die rook trekken allemaal naar binnen. Nee joh, dat hoort niet van. Nee? Nee. Goed, hè? Ja. Moet even kalm aandoen en het spiegeltje uit het hek houden. Hè? Toch? Want het is net zo'n boot die de haven inkomt zo. Ja. Heerlijk gaan, hè? Is er links? Heerlijk. Is er links? Is er links? Is langzamer nog? Kruip me, jong. Echt. Dus ja. Dan kan de spiegel een helisch hebben, want die draait. Maar... Het pand niet. Nee, het pand niet. Het schuift gegaan, heerlijk. Je wou zeggen de bus, maar het pand schuift. Ik ga er even lekker strak langs gaan. Dan maak ik zo'n controle, maar ik weet niet. Ja, ik ga hem wel opgetallen. Spiegeltje, 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 spiegeltje. Die jonge gast als hier op de deur staat op de muur. Ik vind ook nog weten, aan de linkerkant heb ik dadelijk een heel lijntje. Ik ga weer een livestream krijgen, dat vind ik wel prima. Als je een keer een plezier in de voeren mag ook wel. Dat is nog geen lijntje. Ja, ik heb ruim onderheen. Ik vind strak naar zo, als je redelijk in de buurt staat, dan is het prima. Boven in je hoekspiegeltjes kijken, zie je een gele lijn daar. Als je daar de bus centimeter of 30 achter hebt, staan we het wiel ook bij de blok. Als je het wegzetten, moet je het houden staan. Dan zit je daar gewoon. Yes. Nice. Hier is het raam dicht. En dan als je eruit doet, dan haak je dan eerst de deur open en dan het huis weg. Wacht. Gaat die al niet open? Nee, het elektronisch aangesloten. Oh, oké. Kijk, verder. Nou, piece of cookie. Hey. Vuur allemaal nog wel mee. Nou mag je. Ja, mag je. Nou Rob, wat vond je van de eerste les? Ja, ik heb genoten. Het is zeker in de bebouwde kom met al die... Het is allemaal millimeterwerk. En het kost je heel veel moeite om de stoeprand niet te raken. Maar het is een paar keer gebeurd. Maar het zijn hele kleine dingetjes. In het algemeen ben ik tevreden. Dus ja, nou, ik heb ook zeer ontspannen... In de bus gezeten. We hebben heel veel rotondes gezien. Ja, heel veel. En een paar bushaltes met nog geen passagiers. Maar je komt vanzelf. Oké, daar komt mijn rolstoel aan. Kijk. En daar heb je helemaal geen rijbewijs voor, hè? Ik moet er gewoon even bij. Dankjewel.